Nu, goedendag beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Nu, in deze video gaan we het hebben over veiligheid. Jawel, deze keer wordt het een iets kortere video, omdat ik nog toch wel wat werk heb, jammer genoeg. Maar het komt wel allemaal goed, we geraken er wel door. Binnenkort gaan er iets meer en grotere video's weer aankomen, dus maak je maar zeker geen zorgen. Nu, vandaag gaan we het hebben over veiligheid en gaan we het hebben over de drie belangrijkste veiligheidsaspecten met wat je moet gaan rekening houden. Algemene veiligheidsaspecten als we gaan varen op het water. Want het ene aspect heeft niet altijd veel te maken met het andere aspect. Dus daar moeten we goed mee rekening houden. Nu, op dit YouTube-kanaal hebben we het al heel erg veel eigenlijk gehad over veiligheid. Nu, laat ons even herhalen. Waarom is veiligheid eigenlijk belangrijk? Hè? Waarom nu? Wel, veiligheid is heel belangrijk, omdat het ook vooral gaat over... Stel u voor, er gaat iets fout. Stel u voor, we komen in een situatie terecht waarbij dat het moeilijk wordt. Dan moeten wij klaar zijn om op die situatie te kunnen reageren en moeten wij dus onszelf kunnen onttrekken van die situatie op de een of de andere manier. Het is daarover dat eigenlijk veiligheid vooral gaat. Dus wanneer dat het fout gaat, wanneer dat we een probleem hebben, moeten we dat probleem kunnen oplossen. En dat is misschien een zeer vage uitleg, maar daar gaat het dus vandaag over gaan. Nu, aspect nummer 1 van de veiligheid, dat is uiteraard, we kennen het allemaal wel, uitrusting. Hè? Je moet zorgen als je met een boot gaat varen, we hebben het al zoveel herhaald op dit YouTube-kanaal, je moet eigenlijk, als je met een boot gaat varen, voldoende uitrusting aan boord hebben. Het is niet omdat de overheid bepaalde veiligheidsuitrusting niet eigenlijk verplicht of adviseert dat het geen goed idee is om die veiligheidsuitrusting aan boord te nemen. He, bijvoorbeeld, ga je varen met een boot waar je ook vaart, zorg ervoor dat je op zijn minst reddingsvesten mee hebt die geschikt zijn voor dat vaargebied bijvoorbeeld. He. Ook al in sommige gebieden is het niet altijd verplicht om een reddingsvest te dragen of die aan boord te hebben. He. Het gaat ook een beetje erom dat je gewoon eens goed nadenkt van stel u voor, er gebeurt iets, wat heb ik hier allemaal nodig? Ongeacht welke uitrusting dat al dan niet verplicht is. Dus je moet daar echt heel goed mee nadenken. Het is heel erg belangrijk dat je echt goed kan inschatten, dat je leert inschatten van ho, stel je voor dat ik nu eens hier een motorpanna voor heb. Wat ga ik doen? Wat heb ik nodig om dit probleem op te lossen? Stel je voor, ik heb hier brand aan boord. Hoe los ik dat op? He? Kan misschien de brand niet blussen, maar kan ik die vertragen? Hoe breng ik mezelf en mijn opvarende in veiligheid? Moet je allemaal eens goed over nadenken. Stel je voor, er valt iemand overboord. Hoe ga ik die persoon uit het water krijgen? Moet je allemaal eens goed over nadenken. Hè? Heb ik wel een trapje of een laddertje dat eigenlijk ervoor zorgt dat die persoon terug makkelijk aan boord geraakt? Of moet ik iets voorzien? Hè? Vaak, dat zijn allemaal vragen die wij ons niet stellen totdat het fout loopt. He. En wanneer we dan in zo'n situatie terechtkomen, dan staan we daar en dan denken we van, had ik dat toch maar gedaan? He. Dus eigenlijk, je moet daar heel goed mee rekening houden. Dus die uitrusting, zeer belangrijk. Let er goed voor op. Zet er ook kordaat in. He. Zorg dat je er heel kordaat in bent, maar ook zorg dat je er ook voor jezelf correct in bent. He. Er zijn heel veel mensen die hun eigen eigenlijk gaan tegen hun eigen al zeggen van oh, we hebben dat toch niet nodig. Wie neemt dat nu aan boord? Tot het fout gaat en daar sta je dan. Dus hou daar heel erg goed rekening mee. Nu, het tweede aspect dat in zaken veiligheid enorm belangrijk is. En dat is een aspect dat ik al heel veel behandeld heb op mijn YouTube-kanaal. Het derde daarentegen, dat is nog iets anders. Maar het tweede hier, dat is eigenlijk bekwaamheid en een goede theoretische en praktische kennis eigenlijk van hetgeen wat u wil gaan ondernemen. En heel veel mensen gaan dan vaak terug referentie leggen naar het vaarbewijs bijvoorbeeld. Hè. Nu, een vaarbewijs, aan de hand van waar je dat gaat doen, moet je al dan niet bijvoorbeeld naast de theorie ook een praktijkopleiding volgen. Ik persoonlijk, ik ben op dit YouTube-kanaal een heel grote voorstander van praktijkopleiding. Naar mijn mening kan het niet zijn dat je een bekwaamheidsbewijs krijgt, net zoals je rijbewijs dat je kan behalen voor met de auto te mogen gaan rijden, hè, zonder dat je daadwerkelijk ook in realiteit zo'n auto hebt gezien. Nu, bij auto's
vinden wij dat allemaal heel vanzelfsprekend. Maar laat ons heel eerlijk zijn, bij vaarbewijzen is dat jammer genoeg in de realiteit soms zo. Hè? Dus daarom, laat je opleiden. Ga naar personen die jou een opleiding kunnen aanbieden. Hè? Die jou desnoods praktijkbegeleiding kunnen aanbieden. En zorg ervoor dat u een praktijkopleiding volgt voor hetgeen wat u wil gaan ondernemen. Hè? Er zijn heel veel praktijkopleidingen die geschikt zijn voor zowat het merendeel van de vaargebieden. Hè? Ik denk maar aan havenmanoeuvres. En ik denk maar aan sluizen nemen en schutten en snel varen en allemaal van die dingen. En wat navigatie enzovoort. Maar er zijn ook specifieke praktijkopleidingen. Hè? Als jij zegt, ik wil op ruime wateren gaan varen, op drukke ruime wateren. Zijn er ook specifieke opleidingen voor die sommige mensen wel aanbieden. Hè? Maar dat is heel belangrijk. Ook het boottype is belangrijk. Als jij zegt, ik ga varen of ik ben van plan om te gaan varen met een groot motorjacht, ja, is het dan altijd verstandig op zo'n klein motorbootje dan jouw praktijkopleiding te doen? Misschien wel, misschien niet. Het is heel afhankelijk van vaartuig tot vaartuig. Want er zijn kleinere vaartuigen die eigenlijk hetzelfde gedrag ongeveer gaan vertonen als die grotere vaartuigen. En er zijn andere van niet, dus je moet daar heel goed mee opletten. Als je zegt, ik wil op een zeilboot gaan varen, laat je opleiden op zeilboot. Want het grote probleem met wat wij zitten in België en Nederland is dat je voor een heel groot aantal van vaartuigen, waaronder trage motorjachtjes en zeiljachten, je eigenlijk in de meeste gevallen geen vaarbewijs nodig hebt. Maar heel veel mensen varen dan ook zonder vaarbewijs. En op zich kan dat allemaal geen kwaad, maar je wordt wel geacht van je boot onder controle te houden en van ook de regels te kennen. En daarom is die opleiding heel belangrijk. Dat je dat toch een keer hebt gedaan met iemand, dat je dat toch allemaal hebt geleerd, niet vanuit een standpunt, ik vaar mee, want dat is iets anders, maar vanuit een standpunt van, ik wil hier schipper zijn, of ik moet hier schipper zijn. Dat is een heel ander standpunt, een heel andere manier van werken. Daar moet je heel goed mee opletten. Dus daarom, zoek dan iemand of zoek dan vaarscholen die u daarmee kunnen helpen. En mensen die zichzelf verhuren, die u kunnen verder helpen daarvoor. Zodanig dat u geniet van een goede praktijkopleiding, dat u ook een goede theorie heeft gehad, dat u toch de regels kent. Hè, dat is heel belangrijk op het water, dat u de regels kent. Maar ook vooral die praktische ervaring, dat u de standaard dingen, dat u dat kent. Waarom? Dan gaat u een heel goede praktijkervaring hebben en gaat u ook, uw praktijktechniek gaat heel mooi opgebouwd zijn. Dus daar moet je goed mee rekening houden. En dat is eigenlijk wat het allerbelangrijkste is. Een goede praktijkopleiding, dat u een goede praktijkervaring hebt en dat u zelf een hele goede praktijkvaarstijl gaat ontwikkelen. En dan nu het derde aspect. En dat is een zeer belangrijk aspect dat heel veel mensen vergeten, ongeacht welke bekwaamheid, training dat ze hebben gekregen, of welke type boot waar ze mee varen, of welke uitrusting dat ze aan boord hebben. En dat is de omstandigheden. En dat is een hele belangrijke, die omstandigheden. Heel veel mensen vergeten dat eigenlijk niet alle omstandigheden geschikt zijn om eigenlijk veilig bepaalde vaartochten of bepaalde trips uit te voeren. Ik denk dat dat toch wel een heel belangrijke is, want ik zie vaak mensen die bijvoorbeeld net hun vaarbewijs hebben gehaald en die dan ook niet gewoon zijn van met die boot te varen, en je ziet dat, dan is er 4-5 voor wind en die varen de haven uit, oké, geen probleem, ja, maar we zijn hier toch maar op de binnenwateren, en voordat je het weet zie je ze daar verder in de havengeul, zie je dat hun boeg eigenlijk door de wind, de stevige wind, weg begint te vliegen, en plots hebben ze hun boot niet meer onder controle. Dat is een van de talloze voorbeelden waar je heel goed mee moet gaan rekening houden. En dat gaat over omstandigheden. Om maar een heel idioot voorbeeldje te geven, een heel eenvoudig voorbeeldje waarvan dat je zou zeggen van, oh, dat is toch normaal. En dat is bijvoorbeeld het kanaal tussen Calais en tussen Dover. Kan ik ook oversteken met een traaglopertje. Met een bootje, met een vaartuig dat maar een rand heeft van een halve meter hoog. Hè. Dat kan ik ook, hè. Met zo'n vaartuig. Hè. Op voorwaarde dat mijn omstandigheden goed zijn en dat ik met een vlakke zee zit. Bij wijze van spreken. Hè. Je moet dat nu niet gaan doen, maar technisch gezien,
Zou je dat kunnen? Maar is dat wel verantwoord? Dat is een heel andere vraag. En daarom, kijk goed naar de omstandigheden. Ik heb in het verleden heb ik al mensen gehad die vroegen van een heel, heel goede vraag. Hè? En die zeiden tegen mij, zeuren, zeiden ze, heel veel via e-mail ook. Ik ben geïnteresseerd om een zeilbootje aan te schaffen, net zoals dat jij eigenlijk hebt eigenlijk. Zo'n zeilbootje van een metertje of 4,5, 4,7 meter. Zo klein zeiler, hè. Is het wel verantwoord om daarmee op zee te varen? En zou ik daar tochten mee op zee kunnen uitvoeren? Wel, dat is ten eerste afhankelijk van het type zeilboot. Maar voor heel veel van die types, wat gaat er gelden? Dat is dat de omstandigheden goed moeten zijn. Hè? Maar stel u voor dat de omstandigheden omslaan. We weten op de Noordzee dat het weer soms in een kwartiertijd volledig kan omslaan. Maar dan moet je wel zien dat je op dat kwartiertijd wel de haven terug binnenraakt. Dat je toch in veilige water terug opgaat. Moet je allemaal mee rekening houden. Daarom moet je daar allemaal eens over nadenken. Zolang die omstandigheden goed zijn, is het allemaal niets. Maar wat als ze die omstandigheden plots omdraaien? Is dat iets dat regelmatig gebeurt in dat gebied? Bijvoorbeeld. Het is maar een heel goed idee om over na te denken. Wat bijvoorbeeld ook nog, getijdenwater. Heel hard onderschat. Getijdenwater. Het is niet omdat je op voor de overheid aangeduide binnenwater zit, zone 1. Eens dat je op getijdenwater terechtkomt, is dat een verhoogd risico. Hè? Automatisch. Hè? Getijdenwater heeft heel veel unieke aspecten die dat je vaak niet terugvindt. Hè? Voor de rest, stel je voor, je hebt de motorpannen. Je kan niet zomaar aan elke oever stoppen. Nu, dat kan je op de gewone binnenwater ook niet altijd. Maar je kan niet zomaar even voor een paar minuutjes stoppen, nakijken wat er aan de hand is. En dan naast de oever de boot verder verleggen, zodanig dat die goed ligt enzovoort. Hè? Terwijl op heel veel kanalen kan je dat. Hè. En vaak heb je op kanalen ook weinig stroming. Hè. Maar op getijdenwater, als je dan 4 tot soms 6 kilometer per uur stroming hebt, op het hardste moment van de dag, hè, van het getij, dan heb je wel een probleem. Hè. Dus je moet daar heel goed over nadenken vooraleer dat je zoiets doet. Zorg, zoals ik al in het eerste gedeelte zei, zorg dat je extra uitrusting aan boord hebt als dat nodig is. Maar zorg er dus ook voor met die omstandigheden dat de motor en de boot klaar zijn om zoiets te ondernemen. Hè. Ga ook niet zomaar tochten uitvoeren met vaartuigen waarvan je totaal niet zeker bent dat die eigenlijk goed gaan werken. Hè. Dus hou daar heel goed rekening mee. Hè. Als je dan bijvoorbeeld een elektrisch bootje hebt gebouwd en je weet dat dat bootje maar 4 of 5 kilometer per uur haalt, daar moet je niet mee op getijdenwater gaan varen, hè, zomaar. Er zijn omstandigheden waarbij dat zou kunnen werken. Hè. Er zijn omstandigheden en dan kun je dat plannen enzovoort, maar is het wel verantwoord om dat zomaar te gaan doen? Moeten we allemaal eens heel goed over nadenken. Hè. Er zijn altijd uitzonderingen voor alle situaties, maar is dat op een gewone dag zomaar kunnen vertrekken en zeggen, oh, ik ga dit deze keer doen, is dat wel verantwoord? Dus je moet daar heel goed rekening mee houden, ook kajakken. Hè? Zachte watersport, zoals we dat noemen. Kajakken, hè? Dus contactsporten, hè? Je komt in contact met het water heel makkelijk, jetskiën enzovoort. Moet je daar allemaal eens heel goed over nadenken, van waar kan je het wel verantwoord doen, waar kan je het niet verantwoord doen? Hè? Heel belangrijke vraag. Nu, beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik weer een mooie update heb kunnen geven in zaken veiligheid op het water. En vooral naar komend vaarseizoen toe, dat we er allemaal eens over nadenken. En als er nog dingen te doen zijn waar dat u niet zeker van bent, dan kan u die dingen al aanpassen en dan kan u dat allemaal nog in orde brengen voor komend vaarseizoen. Zodanig dat we allemaal op een verantwoorde manier het water opgaan, dat we ook vooral voorbereid het water opgaan. He? Want er zijn heel veel mensen die gaan maar varen onvoorbereid. Ze hebben geen idee wat dat de berichten aan de schipperij zeggen of de berichten aan de zeevarenden. Ze hebben geen idee hoe dat de getijden staan. Ze hebben geen idee naar waar dat ze soms zelfs naartoe gaan. Daar moet je heel goed mee opletten. He? Daar moet je heel goed mee opletten. Dus en in sommige aspecten is zoiets oké om te doen, in sommige situaties. Maar er zijn ook veel situaties bij waar het niet meer oké is om onvoorbereid zomaar op trip te gaan. Dus hou daar goed rekening mee, bereid je goed voor,
En check zeker al deze aspecten. Hey, dus dat wil zeggen uitrusting. Zorg ervoor dat u de uitrusting heeft voor wat u wil ondernemen. Dan ook training, hey, opleiding. Hey, ook, dat gaat ook hand in hand. Hey. Als je een training hebt gekregen, weet je ook, ja, die uitrusting ga ik zeker moeten nodig hebben. Of dat nu verplicht is of niet. Hey. En ook omstandigheden. Hey. Mijn omstandigheden zijn die wel ideaal. Wat als die omstandigheden omslaan? Er is ooit een ongeluk gebeurd. Dat weet ik nog op de Benedenzeeschelde met een roeibootje. Ik weet dat niet meer wat dat het was. Ik geloof dat het de zeescout zoiets was. En de omstandigheden zijn omgeslaan. Plots hadden ze golven van meer dan een meter hoog en ze zijn gezonken. Ooit is dat eens gebeurd hier in België. Dus enkele jaren terug. Dus hou daar goed rekening mee met de omstandigheden. Ga verantwoord te werk en ga niet buiten uw beperkingen, uw limieten. Hè? Buiten uw training, buiten uw ervaring, buiten hetgeen wat u kan doen. Hè? Ook als het vaartuig niet gebouwd is om iets te ondernemen, onderneem het dan niet. Dan zult u aanpassingen moeten doen of dan zult u dat niet kunnen doen met dat vaartuig. Hou daar goed rekening mee. Nu, beste kijkers, ik heb lang genoeg gepraat in deze video. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.